hebben. Nu dan, de koetsenstaat zonder Julius Smit. En dat gaat naar de man in baan 3, Jeffrey Buckel van Sico 66. En dit kon wel eens de snelste tijd zijn. Officieus 11:21. Het antwoord van Ruben Scholing was nog niet wat hij had gewild, maar hij heeft nog één poging over.